Het is een beetje een regenachtige dag. Kijk, het is grauw en grijs. We hebben een dikke jas aan. En al deze mensen hebben heel hard gerend, want de 5 kilometer komt hier al binnen. We gaan eens even kijken. Hoe? Ja, daar staat iemand. Ja. Kijk. Deze jongeman heeft net de 5 kilometer gerend. Hoe gaat het? Ja, stabiel. Meer kan ik er niet van maken op dit moment. Stabiel? Stabiel, ja. Wat betekent dat? Niet goed en niet slecht. Maar ben wel kapot. 3, 2, 1, go! Dan gaan we met jullie applaus. De snelle mannen van de 10 kilometer. Laat je horen! Ja, we staan hier nu langs het parcours. De mensen zijn weer in afwachting van de volgende groep renners. En we gaan even vragen op wie ze staan te wachten. Hallo meneer. Op wie staat u te wachten? Op mijn dochter. Op mijn dochter, die loopt mee? Die loopt de 5 kilometer mee. Oh, dat is leuk. Ja, zeker. En nu gaat ze zo meteen lekker aanmoedigen? Ik ga zo meteen aanmoedigen en zelf ga ik dan de 10 nog lopen naar 10. Ook nog? Ook dat nog. Oh, sportieve familie. Ja, precies. En mijn kleinzoon heeft net de 5 kilometer al afgelegd. Dus kijk eens aan wat we allemaal al voor elkaar hebben gebokst met de familie. Ja. Leuk. Heeft u hard getraind? Ja, ik train regelmatig. 2 keer in de week zeker. Dikwijls 3 keer in de week. Dan blijf ik lekker volhouden. Dan blijf ik een beetje fit bij. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Kijk, oh, kijk eens even. Work it out. Hallo. Hallo. Hoe gaat het? Nou, goed nu. Ja, het is voorbij. Ja? Ja, absoluut. Heb je dan uitgekeken naar de finish? Nou, valt wel mee. Beetje gebalanceerd. Klokje erbij, dus ik wist ongeveer de helft. En ja, zo ziet het. Langzaam eindigen, dus prima. Ja, we gaan even kijken hier in het tentje, want hier gingen net de voetjes gingen van de vloer. Ik zag net dat de voetjes van de vloer gingen hier in de tent. Gingen van de vloer, ja, zeker weten. Zeker weten. De sfeer zit er goed in hier vandaag. Nu al goed in, ja, zeker weten. Ondanks de regen, maakt niks uit. Maakt niks uit, nee hoor. Jij gaat er nog meelopen? Ik ga er meelopen, ja, halve marathon. Ja. Dan wens ik heel veel succes. We gaan even verder kijken in de tent, want hier is het feestje. Hier is het feest. Hier is het feest helemaal. Hier is het feest. Ja, ja. Ja. Hier gaan ze, we gaan helemaal los. Met z'n allen. Je ziet het, de sfeer zit erin goed in. De Claudius Prinslaan voor het Chassé Theater hier in Breda. Naast mij een mevrouw heel erg fanatiek aan het bellen. Want daar komen ze hoor, de derde shift van de 10 kilometer is net gestart. Die gaan zo voorbij komen. Het zijn er 3200, heb ik gehoord. 3200 deelnemers in die derde shift. En daar komen ze aan in de regen hier in Breda. Iets minder publiek dan normaal, maar dat lijkt mij logisch door het slechte weer. En als we naar de statistieken kijken, misschien altijd wel even leuk. Er lopen meer mannen hier in Breda mee dan vrouwen. 58% mannen en 42% vrouwen. En het publiek, ja, dat is natuurlijk van alles wat. Mevrouw, u bent lekker aan het bellen, hè? Lekker van het piek. Yeah, goed aanmoedigen. Dat is altijd fijn voor de mensen die lopen. Then you can start to make it better. Snelste dames. Ja, dat klopt. Jij was de snelste. Ja, klopt. Wij trainen samen. Dus dat is mooi dat we allebei 1 en 2 zijn. Ja, hartstikke goed. Ik zag je over de finish komen. Het was alsof je vloog. Ja, ja. Ik was iemand uit Rotterdam, ook iemand die we wel eens tegenkomen bij wedstrijden. Die heeft me even meegetrokken. Dus dat scheelt over die laatste meters. Hoe gaat het? Ja, het gaat hartstikke goed. Iedereen doet goed zijn best. Ondanks het slechte weer, een leuke opkomst. En ja, we proberen zo de laatste metertjes door te zingen, zeg maar. Dus, ik denk wel dat het helpt, toch? Ja, het is zo leuk om te doen elk jaar. Ik krijg er zoveel voor terug. Ik ga lekker de hele dag staan en gewoon een feestje bouwen voor de mensen die hier rennen. Dus. Van de kazerne was leeg toen ik er langs kwam. Er was niemand bij de band weer, maar hier zijn ze. Vorig jaar waren ze met een man of 10 vrouwen, nu zijn ze met 20 man, met 15 kilo bepakking. Ik kan Breda laten zien natuurlijk, maar hoe waren de reacties onderweg? Nee, het was fantastisch. Het publiek is hartstikke leuk om te horen en om te zien. De mensen zijn heel enthousiast, spreken vaak over respect. En dat is wel heel, heel tof.
Die halve marathon die gaat dus nu beginnen. We horen het al aan het geluidje. Dat was een startschot en daar gaan ze, de mannen, de vrouwen, op voor die halve marathon. Hoe heet jij? Amber. Amber, jij doet de grote trom slaan. Ja. Laat eens kijken hoe dat werkt. Nog een keer. Harder. Vind je het leuk? Ja. Gaan jullie zo een liedje spelen? Ja. Oh, ze gaan zo een liedje spelen samen met Amber. Wat gaat het worden? Steen op het plein. Nou, geef eens gas zou ik zeggen. Ja, komt jongens. Je bent net klaar met rennen? Ja. Hoe ging het? Het ging heel goed. Ja, ja, ik ben hartstikke trots. Was er nergens een moment dat je dacht van, oeh, nu zit ik even doorheen of een steekje? Of... Nee, nee, ik heb echt heel lekker gelopen. En ik heb het rustig aangedaan, want ik dacht, ik wil niet weer geblesseerd raken. En ik voel me echt heel goed. En ik ben heel benieuwd naar mijn tijd. En hoe kijk je er nu op terug? Ja, heel gaaf. Echt heel gaaf. Ik doe volgend jaar weer mee. Ja. Ja. Ik denk dat de mensen aan de kant en de muziek, dat helpt allemaal mee, denk ik. Het was echt een topsfeer. En ondanks het feit dat het regende, waren gewoon heel veel mensen. En die stonden echt allemaal toe te juichen. Ja, dat draagt je gewoon echt, echt heel gaaf. Ik heb echt genoten. En daar komt de andere aan het horen. Behalen Tesfay en Mohamed Ali op de tweede plaats. Behalen Tesfay, Mohamed Ali schitterend in de tweede plaats. Mohamed Ali in het persoonlijk record. En op de derde plaats hebben we dan Amos Chabet. Op de vierde plaats hebben we dan Jill Bobby. Hallo, hey. Hoe ging het? Ja, goed. Ja? De hele familie staat daar. 50 meter, dat waren ze. Eindelijk een keer in Breda, want zij wonen hier. Ja. Dus ja, ging top. Ging echt heel goed. Ja? Ja, echt heel blij mee. Echt de laatste 5 kilometer echt hard door kunnen trekken. En dat wilde ik heel graag. 2 weken tot de marathon van Amsterdam. Dus dat is een goede generale. In Breda. Loopt u vooral verder, mevrouw. De Halstraat in Breda. Hier staat wel wat volk gelukkig langs de kant. Zoals deze meneer hier. Mooi ponchootje. Ja, het is even nodig. Maar het warmtezonnetje zit er mooi op. Kijk, je hebt goed voor elkaar. Pilsje erbij. Pilsje erbij. Het is gezellig hier. Ja, het is leuk. Nou, even zelf gelopen en dan hebben we deze wel weer gezien. Vind je het leuk? Ja. Gaat alles goed? Ja. Ja, hebben we er een beetje zin in? Ja. Ja, maar dat vindt men met de kermis heel gewoon. Hallo. Met wie ben je allemaal? Ja, ik ben met iedereen ben ik. Ben je met iedereen? Ja. Oké, heb je er een beetje zin in, mama? Ja, ik denk het. Ja, je denkt het wel? Ik denk het wel. Oké. Hebben jullie goed geoefend thuis? Nee. Waarom niet? Ja, ik weet niet goed. Jullie kunnen het gewoon, op eigen kracht. Ja, ja, ja. Dan hebben we de voetjes van de vloer, een beetje dansen. Ja, kijk eens, goed zo, goed zo. Zijn er voor elkaar hier. En dat is het mooie van Breda natuurlijk. Dat wij heel veel... Breda is een heel groot dorp. En eigenlijk is Breda één grote familie. Wie je daar ook tegenkomt. Hey, Thierry natuurlijk met de maat. Met de maat uiteraard. Dus, en daar gaat er ook alweer in naar buiten. Terug naar Takkenesse ziekenhuis. Nee, maar het is Breda is gewoon een grote stad. Eén grote familie. Een heel groot dorp. We zijn er voor elkaar. Ja, en dat is leuk. Samen een pilsje pakken. Samen een beetje buurten met elkaar. Zo moet dat toch. Hartstikke leuk. Wie kan mij even vertellen wat ik moet doen? Wie kan mij vertellen wat ik moet doen?
die bekertjes, die moet je zo op je vingers houden. Ja? En dan haal je ze zo voor je uit. Ja? En dan kunnen de renners ze pakken. Nou, ik ben er klaar voor, hoor. Ik ben er klaar voor. Zo, hè? Zo, hè? Hup, hup, hup. Hup, hup. Beste beetje voor. Beste beetje voor. Neem lekker. Lekker vocht. Oeh. Lekker wat water. Jij doet ook mee aan de sponsorloop? Nee. Hij is flauw. Nee. Ik blijf staan. Ik blijf staan, ja. Nee, ik ga niet lopen, nee. Nee, geen sponsorloop. Nee. Prima plekje trouwens ook hier. Dacht ik ook. Zijn ze goed nat ook wel? Hij loopt er al 10 minuten op te azen. Ik ben in ieder geval al wel heel goed dat. Nou, het wordt steeds rustiger hier op de finish. Ze zijn nog steeds bezig met de halve marathon. Dit zijn zo'n beetje de laatste mensen die hier nog langzaamaan aankomen. Maar daar straks zagen we ze al eventjes de allersnelste, of in ieder geval de op één na snelste, de tweede snelste dus. Dat is een Nederlander en die hebben wij eventjes opgevangen na zijn finish. Gefeliciteerd. Hoe was het vandaag? Het was een lekkere wedstrijd. Een beetje raar met de regen en alles. Met samenwerken, maar uiteindelijk was het een mooie race geweest. Ja, want hoe voelt dat nou in die, hoe is dat nou in die regen? Het voelt lekker, echt. Regen was echt mooi, was gezellig. De hele tijd was alleen maar genieten van de wedstrijd. De publiek en ja. Mensen die lijken dat zij kennen jou en ze zeggen Ali, Mohammed, kom op de podium. Jij bent nog op de derde of vierde, dus dat was echt geweldig om te pushen. Ik heb niks druk gemaakt. We hebben gisteravond met mijn kamergenoot een beetje de marathon gezien en oud geslapen tot vanochtend, tot 11 uur. We hebben bijna de ontbijt gemist, dus het was lekker en geen druk, het was echt chill. Yeah. Gedaan, hè? Ik heb de halve marathon gedaan. Wauw. Ja, het was een overwinning, ook voor jezelf? Vorig jaar heb ik voor de eerste keer gedaan en het was het idee van doe ik dat één keer en nu dacht ik van ja, ik ga het toch nog een keer doen en het is echt heel erg goed bevallen en ja, het is echt gewoon de kick dat je het kunt. Maar vooral ook gewoon door je stad heen lopen, het enthousiasme te zien en wat knap, hè, want het weer heb je niet in hand, maar de organisatie. Echt gewoon petje af voor al die mensen die het wel maar mogelijk maken, voor al die lopers zoals ik, om te kunnen genieten van een heerlijke zondag. Ja, het weer zat natuurlijk niet mee dit jaar, maar desondanks, ja, volgens mij de mensen die ik zag langs de kant en de lopers, ze hebben er enorm van genoten. Muziek is geweldig, de mensen maken het en houden het feest. Mensen komen natuurlijk ook aanmoedigen, de lopers. En voor het lopen, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dit weer. Veel zuurstof in de lucht. Veel zuurstof in de lucht. Ja, volgens mij, ik heb nog nooit snel een halve marathon gelopen, maar dat is niet zo gaaf, want het was mijn tweede keer. Ze komen hier echt met bosjes over de finish. Ja, je staat hier, de voorzitter, Willem Buts van de Singelloop. Ja. Het loopt een beetje op zijn einde, hè? Ja. Ja, hoe was het? Ja, geweldig. Ja, het was een geweldige dag. Natuurlijk was het weer wat minder. Maar desalniettemin, als je toch ziet wat voor publiek langs het parcours gehad hebben. Het aantal deelnemers ongeveer gelijk als vorig jaar. Nou ja, en ook het enthousiasme waarmee men niet alleen maar van de start ging, maar ook toch nog over de finish kwam. Ja, jongen, topdag gehad. Hoe was het vandaag? Ja, superleuk. Het was echt ik heb heel veel vrijwilligers gezien. Ik heb sponsors gegeven, ik heb water gegeven. En ik moet ook wel zeggen, als echte Breda'se, als ik dan toch mijn eigen kinderen in mijn singelloop voorbij zie komen. Het team van Omroep Brabant en Breda nu. Ja, dan ben ik toch wel echt heel trots. En dan een stukje geluksgevoel hier in Breda. Prachtig geluksgevoel, heerlijk. Wat was jouw hoogtepuntje, Ronald?
Nou ja, wat ik zo leuk vind aan de singelopen is dat iedereen zijn eigen verhaal heeft hier. Hè. Elke deelnemer, de een heeft hard getraind, de ander heeft wat minder hard getraind. De een heeft moeite, de ander ja, die loopt met twee vingers en dan loopt de singeloop uit. En wat ik een mooi beeld vond, ik zag net een man staan, nog niet zo lang geleden daar aan de zijkant, met een bosje bloemen voor zijn vrouw. Die was aan het lopen en die zat zo rijkhalsend uit te kijken van, waar blijft ze nou, waar blijft ze nou? En dat duurde maar, waar blijft ze nou? En toen kwam ze en toen sloot hij haar in zijn armen. Nou ja, dat is liefde en hoop, weet je wel. Dat is ook een singeloop, ieder zijn eigen verhaal. Liefde en hoop, romantiek, geluk, nou nou nou. En bij jou? Ja, ik vond het leuk dat iedereen die er was, er toch één groot feest van maakte. Mensen zongen mee, maakten sfeer. Ik zag mensen met hele etenswaren bakken vol. Gewoon, die maakten er echt een feest van. En ondanks de regen, want we hoorden natuurlijk heel vaak, vandaag regen dit, regen dat. Maar ondanks dat maakte het er gewoon echt een feestje van. Dat vond ik leuk. Mike, heb jij ook de Polonaise gezien? Ik heb de Polonaise gezien. Ik heb hem gezien. De Macarena, ja. Sweet Caroline, alles alles is ook gezien. Alles is één groot feest. Jongens, geweldig. We gaan afronden. Het was een natte dag. Het was een hele mooie dag. Een dag vol liefde, een dag vol geluk. Wij zouden zeggen, tot volgend jaar. Bedankt weer. Houdoe. Breda Nu.